Je ligt er prachtig bij, Edwin. Ja, hi. Is dit hoe je lesgeeft op kamp? Dit is naast meestal wel de truc om het zo chill mogelijk te doen natuurlijk. Hè? Ja. Voetenmassage erbij, voetenbadje. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, heb ik nog niet meegemaakt in 13 jaar kamp. Ja, weet je moet het nieuwe dingen proberen. Dat is een beetje de truc natuurlijk. Hè? Ja. Welkom bij My Dreams Backstage. In deze aflevering praat ik met acteur Ridder van Koten, 3 docenten die ooit deelnemer waren van de kampen. En ik spreek met de jongste deelnemster van deze kampweek. Doe mee met My Dreams. Hallo. Ridder, ja. Je hebt net 2 workshops gegeven aan onze acteer- en muziektheatergroepen. Hoe ging het? Ja, goed. Ik ben altijd heel blij dat ze dan zo supergoed meedoet. Want dat is altijd wel spannend. Want ik had gevraagd of ze een monoloog wilde voorbereiden. En dat had ze allemaal heel goed gedaan. Dus dan heb je echt iets om aan te werken. Wat heb je met hun monologen gedaan? Eigenlijk met iedereen iets heel anders. Ik laat ze eerst altijd gewoon de monoloog spelen hoe ze hem zelf hebben bedacht thuis. En dan merk je ook best wel vaak dat wat heel logisch is, dat iemand een heel beeld heeft bij een monoloog en dan echt bijvoorbeeld de tekst heel erg in je hoofd hebt gestampt, waardoor er iets uitkomt wat dan net even wat nog niet zo in het moment is. En dan probeer ik ze eigenlijk altijd de monoloog nog een keer te laten spelen in even een totaal andere situatie, waardoor je dat even moet loslaten. En dan komt het er vaak nog natuurlijk uit. Ik heb weer Adrian, Isa en Carlijn. En jullie zijn nu docent. En jullie zijn allemaal deelnemers geweest op kamp. Ja. Adrian, weet je nog hoe het was? Waarom kwam jij naar kunstkamp? Ik kwam naar kunstkamp om eindelijk eens musical lessen te volgen waarbij je alle 3 de dingen doet. Je hebt vaak op in buurthuizen en dat soort dingen heb je vaak alleen zangles of alleen dansles. En ik wilde graag iets gecombineerd doen. En dat heb ik hier heel mooi gevonden. En voor jou, Isa, waarom kwam jij naar Samkamp? Ik wou gewoon heel graag heel veel zingen. En ook in de zomer doorgaan. Je had dan al gewoon voor de zomer stopte zangles en zo. Maar ik wou gewoon heel graag door. En ik vond het heel leuk om... Ja, ik had echt het gevoel dat hier een soort vakantiegevoel ging hangen, gecombineerd met zang. En dat was echt exact. Dus was echt top. Ja, ik kwam hier omdat ik gewoon bezig wou zijn met theater. Ik vind het echt fantastisch. En ja, ook om mensen te leren kennen en iets te doen. En ja, dat heb ik hier kunnen heel leuk meemaken en ook hele mooie herinneringen kunnen hebben. Ik kan mijn aanstaande niet luchten. Hoogheid. Ik kan hem niet zien. They don't turn my tummy the way you do. Wie zit er naast mij? Suze van Oort. En Suze, wat doe jij hier? Ik ben op kunstkamp hier. Ik wil kunstkamp gaan omdat ik daar heel veel van kan leren. En ik wil altijd al eens een keertje op een soort musical of zo kamp. Ja, want je was van tevoren al heel erg op Instagram ons aan het volgen, hè? Ja, en dat wel. Ik hou van zingen, acteren, dansen. Ik hou van dat soort dingen. En daarom dacht ik gewoon, ja, dit is gewoon het perfecte kamp. Het ziet er heel leuk uit. We hebben natuurlijk 1 acteergroep die doet allerlei verschillende theaterdingen. En 1 muziektheatergroep die gaan voor musicals later waarschijnlijk. Mm. Heb je monologen zowel in musicals als films nodig? Ik denk dat het een goede leerschool is, omdat het je staat in je eentje en je hebt alleen maar jezelf en de tekst. En daarmee moet je het doen. En dat is dan voor eigenlijk alle soorten vormen van acteren, is dat heel erg fijn als je dat kan. Want het is ook heel spannend. Ik vind het zelf ook altijd spannend. Je moet ook vaak voor audities een monoloog doen. En het voelt zo spannend. Je hebt gewoon niks om aan vast te houden. Dus als je dat goed onder de knie hebt, ja, dan is dat voor alle vormen denk ik wel. Vind je auditie doen nog steeds spannend? Ik vind als ik moet acteren, vind ik het een stuk minder spannend als ik moet zingen. Omdat ik merk dat dan, ja, als je zenuwachtig bent, dan gaat het allemaal kan het er anders uitkomen dan dat je wil. Met spel natuurlijk ook, maar daar ben ik dan net iets zeker in. Heb je misschien een tip voor de deelnemers van kamp, hoe ze dan hun zenuwen een beetje onder controle kunnen krijgen? Dat is ook een beetje een tip van hoe je je tekst leert. En dus dat je je zekerder voelt, is gewoon dat je de scène super goed begrijpt. Als je van tevoren echt goed hebt nagedacht van wat voor karakter doe ik auditie voor en waarom zegt mijn karakter dit. Dus niet alleen maar wat er staat, maar echt het goed begrijpen. En dan meestal komt de tekst daardoor ook veel soepeler. Je hebt over de hele wereld gewoond. En vandaar een mooie Engelse accent. Was het voor jou lastig als zeg maar expat kind om dan hier met kinderen te komen die bijna allemaal Nederlands zijn?
Het kan moeilijk zijn als je niet echt goed de taal beheerst. Ja, ik heb hem weer kunnen oppakken gelukkig. En dat heeft deze kamp ook mij kunnen helpen gelukkig daarbij. Het kan moeilijk zijn omdat ja, je weet dat je ietsjes anders bent dan de rest. En, maar ja, hun pak je gewoon mee en dat is ook heel fijn. En wordt gewoon geaccepteerd. En de docenten gaan ook leuk daarmee bezig. Ik weet nog, ik had een scène gedaan met mijn groep en dat was tweetalig geworden. Adrian, jouw moeder heeft, volgens mij was vorig jaar of het jaar daarvoor alweer, mij ook een keer bedankt en gezegd dat jij door kamp bent gaan dansen. Ja, dat klopt. Ik heb hier toen mijn eerste dansles gevolgd. En toen kwam ik erachter dat ik inderdaad een beetje kon dansen. Ik had daarvoor veel geturnd wel. Dus ik wist wel hoe ik mijn lichaam moest gebruiken, zeg maar. Maar niet per se op muziek. En toen hadden we hier modern lessen, hip-hop lessen, jazz volgens mij zelfs. Musical dans was het. En dat vond ik zo leuk. Toen ben ik daarna echt op dansles gegaan. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja, dat klopt. Yeah. En wil je later ook echt musicalster worden? Ariana Grande doet van al dat soort dingen. En ik wil al die dingen zelf ook doen. Alleen dan ook met gewoon schilderen en tekenen erbij. Want dat vind ik ook leuk. Dus Ariana Grande is jouw grote voorbeeld? Ja, die is mijn inspiratie. Oh. En jij wil eigenlijk net als haar in serie spelen als Victorious? Ja. Ja, en, maar ik ga niet heel vaak mijn haar verven. Want, want ik vind deze kleur van natuurlijke fijn. Ja. En ik denk dat als dat grote sterren en zo, dat als ze hun haar moeten verven voor een soort film of zo, dat ze dan gewoon een pruik op moeten doen. Want ik vind het wel te zonde om bijvoorbeeld deze mooie kleur die je niet meer terug kan krijgen, dan te gaan verven. En rood, dat komt niet heel veel voor. En vaak casten ze heel erg op je uiterlijk. Dus dan kiezen ze mensen van, oh, ik wil iemand met rood haar, ik wil iemand met krullen, ik wil iemand met donker haar. Dus ik zou het inderdaad zeker rood laten. Ja. En is het heel anders werken voor een film of serie als een musical? Het is wel anders werken, maar Er wordt best wel vaak gezegd, bijvoorbeeld over film is alles veel kleiner en doet vooral heel klein en bij theater heel groot. Maar ik denk dat je nooit, ik probeer nooit daaraan te denken als ik theater of tv doe, omdat je dan alleen maar bezig bent met het groter of kleiner maken. Terwijl, nou ja, kijk zelf naar een film. Af en toe staan daar hele goede acteurs super groot te spelen. Dus het gaat eigenlijk om of het geloofwaardig is en ja, of je het voelt. Ja, precies. Ja. En nu heb je vandaag ook een workshop gehad van Ridder. Hoe ging dat? Dat ging goed. Hij vond mijn monoloog heel mooi. En ik heb het hele publiek aan het huilen gekregen. Ja, ik zag het inderdaad. Iedereen moest huilen. Want kan je iets vertellen waar het over ging, jouw monoloog? Ja, het ging over mijn hond. Het was ook echt mijn hond. Die moest dus naar de dierenarts. En die kwam deze keer niet met ons mee naar huis. Wat heb je dan geleerd bij Ridder over je monoloog? Hoe je dat moet spelen? Ik heb geleerd dat dat als je bijvoorbeeld echt in zo'n musical of in een film of zo gaat spelen, dat als je dan bijvoorbeeld zoiets meemaakt, dat je dan echt moet gewoon voelen alsof het echt gebeurt. En dat je daarna de emoties echt kan doornemen. Wat voor opleiding heb jij gedaan? Ik heb in Rotterdam, Codarts heet dat, Hogeschool voor de Kunsten, muziektheater gestudeerd 4 jaar. En ben je dat direct gaan doen het jaar na kunstkamp? Of heb je daar iets van kunnen leren van onze auditietraining bijvoorbeeld? Ja, zeker. De auditietraining heeft heel erg geholpen om de simpele dingen zoals hoe je binnenkomt en dat soort valkuilen wel tegen te gaan, zeg maar. Even kijken, ik heb toen 2 jaar heb ik My Dreams gedaan, 2 jaar na elkaar. Toen heb ik een jaartje de HAVO-diploma gedaan en heb ik een tussenjaar gedaan. En toen pas ben ik mijn opleiding gaan doen. Wat ik vooral heel erg van kamp heb geleerd, is echt heel erg in jezelf vertrouwen of zo. Koppel ik wel echt aan hier zijn of zo. Ik had dat ook al, dan ik was 3 jaar mee geweest. En elke keer als ik hier weer stond, dan voelde ik echt weer gewoon helemaal mezelf weer. Echt weer, kon ik mezelf weer helemaal vinden of zo. Maar ook dat echt alles oké is en dat de auditietraining bijvoorbeeld, dat je daar ook gewoon echt op je gemak kan staan, echt helemaal als jezelf. Ja. Ja, voor mij was het de zelfvertrouwen dat heel erg hielp en dat had ik ook meegenomen heel vaak. Dat vooral bij de auditietraining ook, dat bij constant doe wat je kan en laat zien wie jij bent, want dat is het belangrijkste. Ja, en dat heeft me al geholpen om verder te komen. Ja. In de middel van My Dreams!
Heel erg bedankt voor jullie interview. En ik vind het zelf altijd heel erg leuk ook om oud-deelnemers terug te zien na opleiding, tijdens opleidingen en dan in de docentenrol dat ze komen. Dus ja, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dus dank jullie wel. Ergens in het bad zit zo'n balletje verstopt. Oh mijn god, ja. Het gaat om wie de snelste tijd heeft. Oh ja, ik wil winnen. Ben je er klaar voor? Ja. Okay. We zitten, okay. Ik ga eruit, dus één balletje. Komt ie, 3, 2, 1. Staat het record hoog of laag? Ja, Stephanie was best snel. Ja? Ja. Stephanie is ook heel goed. Oeh, dat is het lastig. Dan kan ik heel lang Ja. Wat is op de beste Ik zou de tactiek misschien even herzien. Dus misschien een paar aan de kant gooien. Misschien toch iets meer kijken dan iets meer zwemmen, ja. Oh ja, slim. Oké. Oh, ja. Shit, het duurde veel te lang, denk ik. Het duurde wel een beetje. Ja. Maar wellicht ben je niet de langste van het seizoen. Dat zou eigenlijk al heel fijn zijn. Dankjewel. Yes. We gaan naar de tussenstand van de challenge score. Helaas heeft Ridder niet zo heel goed gedaan. Hij staat op de laatste plek met zijn 1 minuut 1. Op 2 staat Tara en op 1 Stephanie van Eer met haar 19 seconden. Echt mega snel. En om erachter te komen of er een andere BN'er sneller was dan zij, moet je zeker de komende afleveringen blijven kijken. Denk je dat je nog een klein stukje van je monoloog aan de kijkers kan laten zien? Ik denk het wel. Ja? Misschien kan je dit als hond... Het is heel fluffy ding. Als je hem vasthoudt, dan maak ik het podium vrij voor jou. We gaan zo een stukje rijden. Ja, dat vind je leuk, hè? Ja. Maar we gaan dus naar het dierenarts. Dat is minder leuk. Ik weet het. Ik hou ook niet van die plek. Maar ze geven je een tractatie op het einde. En ik mag een lolly uit de pot pakken. Dus het is niet zo erg, denk ik. Oh, en deze keer kom je naar... Er is nog wel een klein dingetje en dat is... Deze keer kom je na afloop niet met ons mee naar huis. Vergeet vooral niet deze video te liken en te abonneren op het MyDreamsNL YouTube kanaal. En we zijn natuurlijk ook te vinden op TikTok en Instagram onder Kunstkamp. Heel graag tot volgende week.